Ik wil heel graag met u een gedeelte lezen uit de Efezebrief. Efeze 1, vers 20 tot en met 22. En hij, dat is de Heere God, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente. Dit is een schitterende tekst die gaat over de heerschappij van de Heer Jezus, dat hij boven alles is verheven, de heerschappij over alles wat geschapen is. En ik wil met u heel erg graag nadenken over hemelvaart. En als hemelvaart, dat is eigenlijk het openbaar maken van de heerschappij van de Heer Jezus. En ik wil eerst bidden en dan een korte inleiding geven. Vader, we willen u zo bidden dat u onze harten wilt raken. En we willen u zo danken dat we mogen nadenken over de heerschappij en dat Jezus Kyrios is. En dat dat geopenbaard werd door zijn hemelvaart. En dat hij plaatsnam aan de rechterhand van de Vader en hij boven alles gesteld is. Niet dat dat niet al was, Heer. Dat was al vanaf de schepping van deze wereld, van de hele schepping, is door zijn mond en door zijn adem ontstaan. Maar we willen u zo danken dat het geopenbaard werd met hemelvaart. En we dragen zo ook echt deze prediking aan uw diepe genade op, in de bewustwording dat we dit spreken voor uw aangezicht. In Jezus' naam, amen. Voordat ik met deze preek begin, wil ik even kort een inleiding geven. Weet je, als je met zo'n prediking aan het voorbereiden bent en je zit in mijn chalet en ik heb het dan geschreven, en dan lees ik het nog eens voor mezelf als een gebed voor Gods aangezicht. En dan heb ik echt het gevoel van, Heer, ik wil u bidden dat het niet alleen ons verstand raakt. Dit is een onderwerp wat heel snel verstandelijk eigenlijk u kan raken. En daarom wil ik eigenlijk beginnen met een korte inleiding van een verhaal wat echt daadwerkelijk gebeurd is. Misschien kunt u dat zich herinneren. Ik heb dat al eens ooit verteld. Als je het verhaal kent, dan is het heel erg belangrijk dat hij op de inhoud eigenlijk let. Dat dat echt neerdaalt. Er was namelijk een bijbelschool die natuurlijk wat leerlingen had. En die leerlingen die kregen allemaal de opdracht om een preek te gaan voorbereiden over de barmhartige Samaritaan. Er waren zo'n 10 studenten die daarvoor waren gekozen en die kregen lokaal aangewezen. En dat lokaal kregen ze aangewezen en daar konden ze zich voorbereiden. Maar er werd ook hun gezegd van, weet je, op een bepaald moment moet je naar dat lokaal en daar kun je de preek houden, is een professor die naar je luistert, dan wordt je preek beoordeeld. Maar let erop, als je te laat komt, dan is het zo dat je direct al een onvoldoende krijgt. Oké, zij waren dus in dat lokaal, waren zich aan het voorbereiden. Daar waar ze naartoe moesten, was best wel een behoorlijk stuk lopen. En op het moment dat ze wilden gaan, dat de persoon die zich had voorbereid wilde gaan, kwam een belangrijke professor binnen en die begon hem vragen te stellen. Het was echt een man die je niet zomaar kon negeren. Dus we zagen eigenlijk al, elke student zag al van, ik kom in tijdnood en misschien krijg ik daardoor een onvoldoende. Ik wil de preek, heb ik voorbereid, over de barmhartige Samaritaan. En net op het laatste moment konden ze gaan. En liepen ze in een sneltreinvaart naar het lokaal waar ze de preek zouden houden over de barmhartige Samaritaan. En onderweg kwamen ze iemand tegen, was natuurlijk gespeeld, die onwel werd. Die viel in de gang neer, was onwel. En van de 10 studenten waren er 9 die gewoon die persoon lieten liggen, want ze moesten namelijk een preek houden over de barmhartige Samaritaan. En de ander, er was er eentje die hulp zocht. En die zei van,
die probeerde zo snel mogelijk hulp te vinden en gaf het dan die persoon over, want hij moest namelijk ook de preek houden voor de bemachtige Samaritaan. En snapt u wat dit betekent eigenlijk voor ons hart? We kunnen zo met dingen bezig zijn, met kennis, en ook als het gaat nu, als ik met u nadenk over de heerschappij van de Heer Jezus, over ons leven, dan kan dat tot ons in ons hoofd dalen. En we hebben dan kennis van zaken, we kunnen dat reproduceren, we kunnen iemand dat uitleggen wat dat betekent. Misschien kunt u dat iemand wel goed uitleggen. Maar daar gaat het eigenlijk bij het prediking niet over. Het gaat erom, en daar bid ik echt voor, dat het echt neerdaalt in ons hart. En dat we echt mogen beseffen wat het nu echt te betekenen heeft in ons dagelijks leven dat Jezus Heer is. En ons dagelijks leven heeft natuurlijk te maken met je relaties, met je werk, met je bediening. Met alle dingen waar je eigenlijk mee bezig bent, als je dingen koopt of aanschaft, of als je gaat wandelen of in de natuur bent, dat het altijd dat echt de boventoon mag voeren in je leven, dat de Heer Jezus de Heer is van je leven. En daar is natuurlijk zo dat als je daarover wilt spreken, dan is het natuurlijk zo dat ik me ontzettend bewust ben dat ik altijd maar dingen aanreik van buitenaf. En deze teksten die ik met u ga lezen, dat zijn hele diepe teksten die eigenlijk daarover gaan, dat Jezus Heer is van ons leven. En ik krijg het van buitenaf aan en mijn gebed is geweest deze hele week, dat de Heere God het van binnenuit naar u toe brengt, zodat u daadwerkelijk gaat leven dat Jezus Heer is, of verder dat gaat verdiepen dat de Heere Jezus Heer is van uw leven. Ik heb enkele weken geleden heb ik over Psalm 24 gesproken, over de hemelvaart van de Heer Jezus. En daar staat hij als mens, als verheerlijkte mens, staat hij voor die poorten, die oude poorten staat daar, die eeuwige deuren, die dan zeg maar gesloten zijn, alles is gesloten. Geen mens mag er binnen, geen enkel mens mag voor Gods troon komen, omdat hij dan verteert door de heiligheid van God. Je ziet het continu in de Bijbel, dat als iemand in de nabijheid van God komt, dat hij neervalt, neerbuigt, zijn eigen onheiligheid ziet. En dat hij eigenlijk, dat God ook zegt, niemand kan mij zien, want hij wordt verteerd door de heiligheid van mijn naam. En dan staat er opeens een verheerlijkte mens staat voor die poorten. En die roept dat die poorten zich moeten openen. En dat doet hij op kracht, dat hij het op eigen kracht en op eigen kunnen dat doet. Dat hij zegt dat die poorten zich openen. Meer nog, dat hij zegt dat hij aanspraak maakt op de troon om naast God te gaan zitten. En dan is die prachtige tekst, Psalm 110, vers 1, die werd vanmorgen ook al gelezen, toen we hier aan het bidden waren, dat daar staat beschreven dat de Heere God, zijn Zoon, die binnenkomt in de heerlijkheid van God, en dat is die hemelvaart, dat die binnenkomt en de Zoon is terug. Ik vind dat een heel ontroerend moment, dat de engelen roepen, wie is dan die koning der ere? En dat de koning der ere binnenkomt en dat hij zijn heerlijkheid laat zien. En dat de vader als het ware hem binnenwenkt, de zoon is terug. En dat hij zegt, ga zitten aan de rechterhand. En dan staat er in Psalm 110, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot voetbanken voor uw voeten. En daarmee wordt die heerschappij van Christus echt uitgedrukt. En het is namelijk zo belangrijk dat we beseffen, als je het evangelie verkondigt, ook heb ik daar echt nog eens naar gekeken in Handelingen, hoe Petrus bijvoorbeeld het evangelie verkondigt en ook hoe Paulus het evangelie verkondigt, is het ontzettend belangrijk dat je ziet daar echt een nuanceverschil, of niet een nuanceverschil, een groot verschil hoe wij soms het evangelie verkondigen in deze tijd. Want in feite is het zo dat
In Handelingen, als Petrus zeg maar het evangelie verkondigt, dan legt hij niet zozeer de nadruk op dat Jezus verlosser is. Natuurlijk, daar wordt absoluut de nadruk op gelegd dat hij de verlosser is. Maar hij eindigt bijvoorbeeld in Handelingen 2, vers 34 tot en met 36, dat hij zegt van David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Het is prachtig om te zien dat de nadruk wordt steeds gelegd op de heerschappij van de Heere Jezus. Dat hij niet alleen verlosser is, maar dat hij Heer is. En dan wordt die tekst van Psalm 110, vers 1, die wordt door Petrus in die Pinksterpreek, dat is die Pinksterpreek die hij houdt in Handelingen 2, wordt er echt een nadruk gelegd op de heerschappij en de Heer, dat Christus Heer is. En dat is zeg maar die hemelvaart, dat is de verhoging van Christus als Heer van de schepping. Een absolute heerser. En deze verkondiging is zo ontzettend essentieel dat. Ja, dat ook in de prediking van de apostelen staat dat in feite centraal. En het is zo goed om te zien waarvan de Heer Jezus deze heerschappij heeft ontvangen. Hij zegt bijvoorbeeld in Matthäus 28, vers 18, dat er staat, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ook hier in Efeze 1, die we gelezen hebben, dan zie je dat de Heer God hem die macht en dat gezag en die heerschappij eigenlijk geeft. Dat is niet genomen, dat is niet gestolen, dat is hem gegeven. In het leven van de Heer Jezus zie je twee momenten dat er eigenlijk deze heerschappij wordt aangeboden. De eerste moment is eigenlijk op het moment dat hij zeg maar 5000 mannen, of 5000 man, dus daar zullen misschien wel zo'n 10.000 mensen bij elkaar zijn geweest, dat hij ze van brood voorziet. Ze hebben gezien dat hij mensen geneest. En dan zie je eigenlijk dat de mensen om hem heen, een grote massa, die wil hem tot koning maken. Daar staat er eigenlijk dat ze hem met geweld willen meenemen om hem tot koning te maken. Op grond van ditgene wat hij, niet op grond wie hij is, maar op grond wat hij gedaan heeft, wat ze gezien hebben, de wonderen die ze gezien hebben. Het tweede moment waarin hij zeg maar, zonder kruis en zonder lijden de heerschappij krijgt aangeboden, dat is op het moment dat hij 40 dagen gevast heeft in de woestijn. Dat de Satan komt en hij zegt, ik bied je alle koninkrijken aan van deze wereld. Er is één ding wordt gevraagd en dat is dat je voor mij knielt en mij aanbidt. En het principe wat je hierin terug kunt zien is ook in je eigen leven, datgene wat jij aanbidt, dat zul je ook dienen. En hier wordt hem de koninkrijk en alles wordt hem aangeboden zonder kruis, zonder lijden, zonder dat hij dat krijgt. Zeg maar, en dat zou eigenlijk iets zijn van nemen. Maar de Heer Jezus die gaat en krijgt het aangeboden. Het wordt hem gegeven. Het wordt hem gegeven op het moment dat die hemelvaart is geweest. En dan zie je eigenlijk dat de Heer, de Vader, die maakt zijn zichtbaar. Hij komt nu aan de rechterhand van mij zitten. En hem wordt gegeven alle macht en alle gezag. En dat wordt geopenbaard. En dat is zo indrukwekkend dat op dat moment eigenlijk gebeurt en zichtbaar wordt. Er wordt een enorme strijd gevoerd, ook hier op aarde, over heerschappij en over heer zijn. Die staat beschreven, en daar wil ik even met u naar kijken, in Psalm 2. In Psalm 2 daar vind je eigenlijk een beschrijving van een enorme strijd. Er wordt gezegd, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde.
Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dan staat er, die in de hemel woont, zal lachen. De Heer zal hen bespotten. Dan zal hij hen tot een spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Je ziet in deze psalm dat er een ontzettende strijd gaande is van gewelddadige en vijandige mensen die tegen de koning tekeer gaan. En wat ze willen, daar moet je echt eens opletten, dat is, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen verwerpen. Een mens wil als het ware, zeg maar, vrij zijn. Een mens wil niet in de geboden en de verboden van de Heere God wandelen. Hij wil zich overgeven aan hij wil het recht en de rechtvaardigheid van God afgooien. Hij wil, zeg maar, die boeien van die hem in toom houden om onrecht te doen, om zeg maar kwaad te doen. Je ziet in Romeinen 1, zie je dat het van kwaad tot erger gaat, dat een mens totaal onafhankelijk van God wil leven. Hij wil zijn eigen heer zijn. En het zijn niet de volkeren alleen. Je ziet hier, je ziet dat er staat de gezagshebbers, de koningen der aarde, stellen zich op. Daar is een slim overleg en daar is een enorme zeg maar oorlog gaande om de banden te verscheuren. Hoe onzinnig het ook is om tegen God op te staan, vanaf het begin van de schepping is het zo dat de mens zich overgegeven heeft aan rebellie. En dan gaat die psalm gaat verder. Dan worden de ogen gericht naar de hemel, naar de woonplaats van de Allerhoogste. En dan staat er, nadat hij gelachen heeft, doet de Almachtige God en hij spreekt. Dan staat er, ik zal mijn besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u hebt mijn zoon, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken van uw eigendom geven. De einde der aarde als u bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als van aardewerk. Weet u, we zien dat de volkeren beraadslagen. Je ziet hier in deze psalm, aan de ene kant zie je wat er op de aarde gaande is. Aan de andere kant zie je wat er in de hemel gaande is. En dan zie je eigenlijk dat een heerser uit die troonzaal komt. Ik vind het, toen ik daarover na aan denken was, hoe gaat God nu te werk met deze mensen? Dan zie je eigenlijk, of met de mensheid, die zo rebelleert. Je ziet eigenlijk dat hij erom lacht. En de strijd die er gevoerd wordt, dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. En dat is namelijk de strijd die er gevoerd wordt, is dat God spreekt. Dat is alles. De adem van zijn lippen. Dat is alles om tot deze volkeren te spreken. Hij spreekt en hij zegt, ik heb u heden verwekt. En dan zie je dat er door het spreken wordt er, zeg maar, die strijd gevoerd. En we leven gewoon in een cultuur waar de menselijke autonomie boven Gods soevereiniteit verheven wordt. Het grijpt me steeds ontzettend aan als ik hoor over vrije meningsuiting. Als je kijkt dat eigenlijk vrije meningsuiting, dat wordt boven Gods geboden verheven. En dat is niet zomaar afgeleerd. Dat is niet zomaar dat u, zeg maar, door christen te worden, dat je daardoor, zeg maar, die rebellie die er in ons hart eigenlijk woedt, dat er iemand heer over ons leven wil zijn, dat we daarvoor willen buigen. Want ons gevoel en ons eigen ik en wat ik denk en wat ik voel is toch een heel belangrijk item
in onze tijd ook. Is altijd al een item geweest, maar het lijkt wel alsof we nu in deze tijden, dat wat we voelen, dat dat de maat is van wat we doen. En als je spreekt over gehoorzaam zijn en buigen, dan is het zo dat, dat je, zeg maar, als je met mensen spreekt en ze aanspreekt op wat Gods gedachten zijn, en ze begrijpen het niet, en ze voelen het anders, dan wordt het toch terzijde geschoven. En we hebben eigenlijk het gehoorzamen aan God, hebben we geclassificeerd in het begrijpen van wat God eigenlijk doet in ons leven. En wat de Bijbel eigenlijk zegt. En weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat we echt zien dat de Heer Jezus en Heer en Rechter is. En dat Hij de heerschappij heeft. En dat er een moment komt dat we verantwoordelijkheid moeten afleggen. Ik denk ook, als ik zeg maar kijk naar, en nu, ik weet dat ik soms algemeeniseer ik, ook in de prediking, dat ik zeg van, het is algemeen zo. Maar wat ik daarmee bedoel is eigenlijk wat ik zo opmerk in evangelische kringen. Wat ik erg opmerk, dat is dat de nadruk zo gelegd wordt dat Jezus verlosser is. Dat Hij komt als het ware, staat hij als een man met een hoed in de hand voor de deur. Hij klopt op de deur en hij wil ons verlossen. En wij mogen hem aanvaarden. Dat hele aanvaarden principe. Ik aanvaard Jezus als mijn verlosser. En Heer, dat wordt hij pas later. Heer wordt hij op het moment dat ik toesta dat hij weer een stukje heerschappij over mijn leven mag hebben. Alsof het los te verkrijgen is. Dat we Jezus echt, dat er een scheiding wordt gebracht tussen Jezus te erkennen als je verlosser, te aanvaarden als je verlosser, en dat het heerschappij zijn, wat eigenlijk in handelingen, in feite, zeg maar, als je de prediking ziet, ook van Paulus, ook als hij in de Efezebrief begint, dan begint hij over de heerschappij, dat we moeten buigen voor hem, dat hij heer wordt in ons leven. En wat betekent dat, zeg maar, er wordt een scheiding gebracht in de verkondiging tussen het verlosser zijn en heer zijn van je leven. En dat heeft catastrofale gevolgen, denk ik. Zie ik. Ik zie het gewoon. Ik zie gewoon dat het catastrofale gevolgen heeft dat we daar zeg maar een scheiding tussen brengen, dat hij wel de verlosser van mij is en later de heer wordt van mijn leven. En ja, dat heeft zeer ernstige gevolgen. Dat heeft zeer ernstige gevolgen. Het is ook moeilijk om iemand zeg maar dit absolute heerschappij over je leven te geven, zonder dat je zelf de reserve nog houdt, dat als hij het wat anders wil, zoals ik het zou willen, dat ik toch het stuur in de handen van hem geef en niet zelf het heft in handen houd. Altijd een stuk reserve. Kijk, ik spreek tegen u, maar ik spreek ook tegen mezelf. Dat je steeds eigenlijk het gevoel hebt van, als de Heere God het nu mis heeft, dan kan ik het zelf nog corrigeren. Je weet hoe belachelijk dat deze gedachte is. En we kunnen soms, kijk ik in de spiegel en dan denk ik, hoe belachelijk kan het zijn dat je daar zo over nadenkt, Miel? Want ken je de Heere Jezus nu echt als Heer? En toch zit er iets in mijn hart wat dat, zeg maar, bij me opbrengt en dat ik een keuze moet maken. Een echte keuze moet maken dat hij echt Heer is. En wat er eigenlijk, dat die autonomie, dat zelfbeschikkingsrecht, het zelfbesturen, het zelfregeren, het handelen in je en besluiten dat je dat zelf eigenlijk doet, dat je dat echt uit handen wilt geven en terug kunt ontvangen.
Dat je Heere God zegt, Heer, ik geef het aan u en geef me de inspiratie en doe me inzicht geven in de dingen zoals u het wil. En dat ik moet onderdrukken, zoals in Johannes 21, of Job 21, vers 15, dan zie je een rebellie wat er in ons hart is. Wie is de ontzagwekkende dat wij hem zouden eren, wordt er gezegd. Wat baat het ons om hem te bidden? Of dat hart van Farao, waarin staat, wie is de Heere, zegt hij tegen Mozes en Aaron, naar wiens stem ik zou moeten luisteren? Wie is die dan? En weet u, dat openbaart iets van ons eigen hart. We zien dat wel in de Farao zijn leven en we zien het ook in de vrienden van Job zijn leven. Maar het is ontzettend belangrijk dat als we over die heerschappij van Jezus eigenlijk nadenken, dat we echt zien dat ook in ons eigen hart speelt. Ik vind het indrukwekkend dat als ik zo over deze dingen nadenk, dat de Heere God zich ondanks de rebellie in ons hart, dat hij zich bekend maakt als een barmachtige, genadevolle, geduldige, een God rijk aan goedertierenheid en trouw. En dat hij zich neerbuigt, als het ware, om ons dat bekend te maken. Dat hij zich neerbuigt aan de vragen die we hebben, ons zeg maar beantwoord. Hij die zeg maar ieder mens het leven geeft, elke ademtocht die we nemen, is eigenlijk door hem gegeven. Ik weet niet hoe u tot geloof bent gekomen. Ik weet niet hoe je zeg maar op dat moment dat er was, dat iemand je het evangelie heeft uitgelegd. Ik ga er regelmatig zelf soms naartoe. En terug, voor mij was dat eigenlijk dat ik een Bijbel kocht en iemand me het evangelie had uitgelegd dat Jezus verlosser was en dat het een snelweg was naar de hemel toe. Dat was in eerste instantie de gedachte. Toen ik knielde en Gods woord aan het bestuderen was, toen werd me langzaam ook door de Heilige Geest gegeven dat er iemand anders de heerschappij kreeg in mijn leven. Maar dat moest echt een bewuste keuze moest dat zijn. Weet je, dat hele Jezus aannemen, het idee dat een christen eigenlijk dat een christen Jezus aanvaardt, en dat kan. Dat kan worden uitgelegd dat je zegt, je aanvaardt hem zonder verlies te lijden, zonder pijn, zonder dat het je wat kost, zonder dat je zeg maar, het heft uit handen geeft. Hij komt binnen en hij is je verlosser en je komt daardoor in de hemel. Hij is voor je zonde gestorven. En dat is natuurlijk, is dat absoluut waar. Maar christen worden, en daarom is het ook een geboorte, dat gaat gepaard met barenspijn. Dat gaat gepaard met het heft uit handen geven. En ik wil niet een oproep doen voor u, omdat het een hartzaak is, zoals ik dat heb geschreven of heb ingeleid. Ik wil niet een uitnodiging doen en zeggen van diegene die Jezus nu als Heer wil aannemen, die mag gaan staan, verre van dat. Maar het is wel goed om uzelf te toetsen. Om jezelf te toetsen en te zeggen van, hoe was dat nu bij mij? Hoe was dat nu? Hoe heb ik de Heer Jezus echt, echt binnengelaten als de Heer van mijn leven? Of als verlosser? Of is hij, hoe is dat bij mij? Hoe zie ik hem eigenlijk? Hoe ga ik met hem om? Is hij de Heer van mijn huwelijk? Is hij de Heer in de opvoeding? Is hij de Heer van mijn leven? Is hij de Heer in het werk? Is hij de Heer in de bediening? Is die Heer in mijn relaties? Is zijn leven mijn leven? Is zijn kruis mijn kruis? Heb ik zijn heerschappij echt aanvaard? En dat is eigenlijk de diepe betekenis, vind ik, van hemelvaart. Dat geopenbaard wordt dat de Heer Jezus Heer is, dat hij aan de rechterhand van de Vader zit
en ook Heer is van uw leven. En dat er een strijd woedt in uw leven. Ik wil echt afsluiten met een tekst. Daar werd ik vanmorgen zo bij bepaald. En dat is namelijk, je moet er thuis het hele hoofdstuk eens lezen in Deuteronomium 30. Daar wordt eigenlijk in Deuteronomium 30, daar wordt geschilderd, dat is een samenvatting eigenlijk, dat God de geboden en de verboden geeft. En dat hij zich openbaart als de Heer van Israël. Doordat ze gehoorzaam moeten zijn aan hem, dat hij de ene God is. En wat er dan staat in Deuteronomium 30, vers 15, dat is, zie, ik heb u heden het leven voorgehouden. Als je hem als Heer, zeg maar, in je leven toelaat, of hij de Heer is van je leven, dan betekent dat dat je gehoorzaam wordt aan hem. En dat is je niet om je te beperken. Dat is om je leven te geven. En in Deuteronomium 30, vers 15 staat er dan, maar ook de dood en het kwade. Hetgene wat zich onderwerpen aan zijn gezag, geeft leven, geeft ons het leven. En je niet onderwerpen aan zijn gezag, heeft je de dood. Heeft te maken met het kwade. Heeft te maken met wat Psalm 2 ons voorhoudt. Het is een kiezen. Het Jezus als Heer en Verlosser aanvaarden is een kiezen tussen leven en dood. En ook leven hier. Het is indrukwekkend om, zeg maar, zo met de Heere God te mogen wandelen. En ik wil u echt, ik wil even een moment stil zijn met u. En dat u echt uzelf, uw eigen hart eens onderzoekt. Niet zoals die studenten, zeg maar, die een goede preek hebben gehoord en hebben voorbereid om een preek te gaan houden over de bemachtige Samaritaan, maar dat het echt neerdaalt in uw hart. En dat u nadenkt van, Heer, ik wil u echt in mijn leven als Heer. Ik wil u niet alleen als Verlosser, maar ik wil u ook als Heer. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Want noem je mij Heer en Heere en doet niet wat ik zeg. Velen zullen zeggen, Heere, Heere. En hij zegt, ik heb u niet gekend. Dan gaat het om de heerschappij van hem in je leven. Laten we zo even stil zijn. Het muziekteam kan al naar het podium gaan. Maar laten we zo samen stil zijn. Dan wil ik heel graag voor u bidden. Laten we zo gaan staan voor zijn aangezicht. Vader, we willen zo voor uw aangezicht komen en zo staan voor uw aangezicht. Op grond van het offer, op grond van het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En we willen u zo ontzettend danken dat we mogen weten die rebellie die er ook in ons eigen hart is. Die strijd tussen geest en vlees. Die strijd tussen mijn wil en uw wil. De strijd die er steeds woedt hier op aarde, in ons eigen hart. Vader, we willen u zo bidden dat we dit onder het bloed van uw Zoon Jezus Christus brengen. Het leven maakt een groot verschil wie de Heer is in ons leven. Dat maakt het verschil in alles. In alle dingen die we doen, alle dingen die we denken, alles wat we voelen. Heere God, wil u ons daarin tegemoetkomen. Dat we ons echt gewillig onderwerpen, vrijwillig onderwerpen. Er komt een moment dat iedereen de knie zal moeten buigen. Maar Vader, we willen dat nu al doen. Omdat uw Heilige Geest ons geopenbaard heeft dat Jezus Heer is. Dat hij de Kyrios is. En zit aan de rechterhand van de Vader. Hem is alle heerschappij, alle macht in het hele universum
gegeven. Vader, we willen u zo bidden dat u ons bedouwt met die Heilige Geest en dat dat van binnen uitkomt. Dat we echt roepen, Jezus is Heer. Hij is de Heer. Hij is de Adonai. Hij is de Kyrios. Wil u deze dag echt maken, Heer, dat we dat zicht mogen hebben. Dat u onze ogen van ons hart echt opent. En dat we elkaar, dat we onszelf echt toetsen in het licht van uw woord. Dat u niet alleen verlosser bent, maar bovenal Heer. Dat bidden we u zo, in Jezus' naam. Amen.